Volgende week gaat Nederland weer naar de stembus. Voor zowel de provinciale statenverkiezingen als voor de waterschapsverkiezingen. In onze regio stem je voor het Hoogheemraadschap van Delfland. Maar waarom zou je gaan stemmen voor de waterschappen? Iedereen heeft een belang bij water. De waterschappen die zorgen voor droge voeten en schoon water. Daarbij moeten we keuzes ook maken hoe we dat doen. En daar kan iedereen op stemmen. Er zijn volgens de Dijkgraaf voldoende thema's waar burgers een oordeel over hebben. De vraag die speelt, moeten wij investeren om medicijnresten uit afvalwater te halen? Nou, daar zijn heel veel dingen voor te zeggen, maar dat kost ook geld. Wil je daar dus belastinggelden voor besteden? Ander voorbeeld kan zijn, iedereen die vindt schoon water belangrijk. We willen allemaal ook in oppervlaktewater kunnen zwemmen. Maar hoeveel geld wil je nou besteden om te investeren in bijvoorbeeld blauwalgbestrijding? En daar worden door verschillende partijen wordt er verschillend over nagedacht. Het belangrijkste is, door te stemmen kunnen mensen zelf mede bepalen hoe die gelden dan worden uitgegeven. En ik denk dat we ook eerlijk moeten zijn. Het zou best kunnen zijn dat met alle veranderingen die komen met betrekking tot klimaatverandering, dat in de toekomst de lasten nog wel eens kunnen stijgen. Bent u daar bang voor? Ik ben er niet bang voor. Ik denk dat het belangrijkste is dat wij de belastinggelden heel doelmatig besteden. Weet je nog niet zo goed op welke partij je gaat stemmen? Dan kun je gebruik maken van een online stemhulp. Die is te vinden via waterschappen.mijnstem.nl.